Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Dit is een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Suriname bevindt zich in een nieuwe fase van de COVID-19-crisis. Het COVID-19-management-team gaat wederom in op de laatste ontwikkelingen. Overhandiging integraal COVID-19-plan van Volksgezondheid aan RVM, minister Stephen Sang over prijzencontrole en COVID-19-tips. Suriname bevindt zich met de huidige situatie rond COVID-19 in een nieuwe fase. Uw eigen verantwoordelijkheid als Surinaamse burger zal in deze fase van de COVID-19-crisis een doorslaggevende rol hebben. Vandaag zal tijdens de COVID-19-persconferentie directeur Angela Salmo van Sociale Zaken nader ingaan op zaken. Zoals aangekondigd gisteren is de distributie van de voedselpakketten aan individuen, welke we hadden op diverse locaties en wel 14 locaties, stopgezet. Uit onze administratie is wel gebleken dat er nog enkele mensen zijn die zich hebben geregistreerd bij ons op een van de locaties, bijvoorbeeld op het hoofdkantoor en op andere plekken, die nog geen pakket hebben gehad. Dus dat wil zeggen, ik kon naar UNO, ik registreer, ik potineng, ik doe controle en ik zie dat een pakket ben ba. Dus massa nog kies een pakket, ete, dus maar dat we bel en we maken een afspraak naar jou, oteng, ik kan kotek die pakket. Dus nu broeien, omdat dadelijk moet ik oppissen over nieuw registratie, maar je dat u gegevens naar UNO, bepaalde voor UNO op een papieren voor sociale zaken, tijdelijk, if je kon naar UNO naar je ID-karta, dat is zo, dat u kan checken naar UNO administratie, en bakken dat die, we geven u een pakket, zij je op recht op. Dus het ministerie voor Sociale Zaken, Nero Komoro, naar de smas doet de registratie via app naar SMS. A pistori dat u klaar is. U de no in een trafase. En een fase dat in een. Eerste, de smas registreert bij de districtscommissaris. Naar de smas registreert naar Hongrijpstraat. De smas dat. Naaf go naar de wijkkantoren moro voor go registreren strevi. A informatie dat u abigba en u de momenteel bezig voor luku de lees is maar de sadapa lees kies wan pakket ba wan soort fasi via wan organisatie of de maastricht go teka pakket. Des maar dat we puur uit de lees en de rest voor des maar ook kies den pakket. Des maar sa elibi in de districti, Brokopondo, Nangasipaliwini, Navgo registreer ook toe. U hebt alle de gegevens voor de SMA, sa elibina de two district DC, dus a tori desono dat u moest de pakket giden SMA voor Sipaliwini, Nanga Brokopondo. De SMA voor Apetina, kwamala semutu, Nanga Tepu, u gifti de pakket. Want u jere dat en u zien natuurlijk ook dat de dorpen de onder water en de sma actie jepi en a jepi dat gwekba. Ook to u sabi dat want u voor de sma de in Paramaribo en de sma dat ook to actie unukba give een pakket. Omdat de up next na dat tracé. Dus de berekening de is a moment dat de sma ik weer bakka naar de dorpen. U sa giden pakket ook to zodat so if de dappe. De NAF wacht niet op de pakket dat moro. No, want die groep de sa de ta abra, sa kan de ino kisa pakket eten, of ino registreer no wan presi. En i de behoefte, dat belangrijk gi unu, ino abeng, dus je kon actie fu jepi nanga apis dati. En fa wat doet dat ino? A procedure de als volgt. In een periode vanaf Tamara, telektra wiki dinsdag, dat na 24 juni
till 30 juni. Alla de i kan gå na wan wijk kantoro sa de in a beauty view. En dat i kan do alla de van 8 uur morgens till 12 uur bakadina. De wijk kantoro usa publicering ook tot op website, a COVID website, dus i kan luku if you no sabi pe you wijk kantoro de pe you mus go registreer. Biteg ik baso net a doelgroep na behoefte sma. Sma voor sociaal zwakke huishoudens. En natuurlijk, if you go naar de wijkkantoor nu, de sma dape sap den birti. De sma sap ook toe, suma na de sma sa ap wan beperking. Den senioren burgers, nanga sociaal zwakke huishoudens. Natuurlijk man san kampsa in de afgelopen periode disi, dat meki dat a situatie kon veranderen. Dat schrijf wordt check if a informatie dat ik klop. En if je kon registreren naar uno vanaf Tamara, no kon if ik kies van pakket keba. Me beguno, no kon if ik kies van pakket keba, wa no so yo mek a reiko langa, anga sa yo kiesi ook toe is dat ino go kies van tweede pakket nanga of van tweede ronde. Dus we actie desma, sa okona unu dat inon registreer noma presi ete. En na de presi de toelaatse presi sa ikan be registreer ete. En ino kiswan paket ete na de smasa registreer na Hongrijpstraati. Noso fu waf den DC's. Want yo DC fu Kanenikeri of fu Koroni of Saramaka of fu Para. Noso como weina, noso mara weina. Alla depresi dati, differenti sma, yepiden DC's, fuluku sumana de smasa de behoefte fukiswan paket. A comprehensive national preparedness and response plan for COVID-19 in Suriname. Is het plan dat het ministerie van Volksgezondheid heeft aangeboden aan vicepresident Michael Ashwinadin en de ministers tijdens de RVM-vergadering. Uitgangspunten in dit plan zijn de aanpak van het COVID-19-virus, de verzorging van COVID-19-positief geteste mensen en de impact op de maatschappij. President Desiree Bouterse beschikt reeds over een exemplaar. We hebben via een financiering betaald van IDB hebben we mevrouw Ooster aangetrokken om een plan voor ons te schrijven. COVID-19-plan. De technische uitleg zal mevrouw Ooster in een nutshell van u geven. We hebben formeel die van de president vrijdag, afgelopen vrijdag, bezorgd. En vandaag bent u aan de beurt. Waarna alle collega's ook een exemplaar krijgen. Het is in 3 delen het exemplaar. Eentje met meer grafieken en cijfers. En eentje is dan het verhaal met cijfermateriaal. Ik overhandig u dit namens het ministerie van Volksgezondheid. En ik hoop dat u goed inzage inneemt. We gaan het ook aan de verkozen partijen, alle 6 verkozen partijen, in onze nieuwe DNA overhandigen, want het is een beleid dat zeker gecontinueerd moet worden. Want het gaat. Ja, vandaag hebben we in de RVM aan de vicepresident en aan de ministers via de minister van Volksgezondheid een nationaal response en preparedness plan aangeboden. Dit met COVID-19. Dit plan is in 2 delen, waarvan het eerste deel natuurlijk de structuren vooral aangeeft van het plan, de integratie en de implementatie. En het tweede gedeelte, zeer belangrijk, is de needslist die daarbij hoort. Needslist wil dus zeggen alle benodigdheden die we tegen deze pandemie in Suriname nodig zouden moeten hebben voor de verdere implementatie van de zorg, van de
de voorbereidingen, van alle stappen en alle processen waarmee we bezig zijn voor, met dit virus. Dit plan is door het ministerie van Volksgezondheid gevraagd. We hebben dus gevraagd om dit plan te kunnen schrijven. We hebben samengewerkt door met de PAHO. We hebben vanuit de IDB een lening gehad. En als consultant hebben wij dus goedgekeurd mevrouw Dr. Anders Oosburg, Virginia Oosburg. Zij heeft jarenlange ervaring ook met public health, dus publieke gezondheidszorg, is daarin ook een expert. Heeft jaren voor de CARVA, de Caribbean Public Health Authority, gewerkt en is als de geschikte kandidaat uit de bus gekomen om dit plan voor ons te schrijven. Wat houdt het plan precies in? Er was namelijk al gestart in januari met allerlei processen hoe wij de COVID-19-pandemie het hoofd konden bieden. En dit was nog niet allemaal, het was in een SOP, dat was in een plan van aanpak van het ministerie van Volksgezondheid. Maar we weten allemaal dat het niet meer een aanpak alleen van gezondheid zou kunnen zijn, omdat het ook zijn impact heeft gehad in sociaal-maatschappelijke sectoren. Het behoefde dus ook een integraal plan. Een integrale plan van aanpak, hoe gaan wij er als land nationaal mee om? Dus niet alleen maar gekeken naar de volksgezondheidsissues, maar ook naar alle andere issues. Dat is dus goed in het plan verwerkt. De structuren zijn daarmee ook aangegeven. En dit plan is voor de implementatie daarvan, is dat superbelangrijk voor de verschillende sectoren om te weten met welke op welk kompas we moeten varen om dat ook in hun sectoren weer te kunnen implementeren. Belangrijke boodschap vanuit dit plan, want dit plan is dus nu aangeleverd. We zijn er al een tijdje mee bezig, zeker in 3 maanden mee bezig om dit plan te finaliseren. En het is nu vandaag aangeboden. Onze hoop is natuurlijk, want we zitten ook in een fase van overdracht van regering, en onze hoop is natuurlijk dat de aankomende regering dit plan zo gauw als mogelijk ook doorneemt. Het wordt ook aan hun aangeboden in hardcopy. En dus dat ze dit zo gauw doornemen om zo verder te gaan met de implementatie ervan. Daarnaast, voor de internationale donorgemeenschap, is het verzoek natuurlijk, omdat dit plan als ondersteunend middel gebruikt kan worden om verschillende donaties wereldwijd aan te vragen. Dat zij dus ook gewoon zich verwittigen van dit plan en dus dit plan ook doornemen en als ondersteunend middel kunnen gebruiken. En natuurlijk voor het volk is het ook belangrijk, omdat het volk dus nu kan zien op schrift, op papier, precies hoe COVID-19 is aangepakt vanaf het begin, maar ook wat de structuren zijn waaronder dat allemaal valt. En ook voor het volk gaat het beschikbaar worden gesteld, weliswaar misschien in een digitaal format. Dat moet nog geplaatst worden, maar ook voor het volk is dit plan bestemd. Vanaf het eerste moment dat wij zagen dat de situatie met de lockdown, tenminste airspace, heeft gespeeld, dat we snel moeten ingrijpen. Dus alles dat we als handvat kunnen gebruiken om meer structuur en zekerheid te bouwen in het proces, qua planning, uitvoering, monitoring, evaluatie, des te beter geeft ons meer zekerheid dat we meer grip hebben op dit virus en ook op het proces, tenminste dat we ons volk gezond kunnen houden. Dank u allen voor uw inzet en we zullen dit plan natuurlijk goed doornemen. En ik verwacht wel dat het alleen implementatie, zich voordat de actoren betrokken zijn, verwacht wel dat het deels alleen implementatie gebruikt wordt. Kijk maar naar uit wat voor nieuwe veranderingen of nieuwe wijzigingen noodzakelijk zullen zijn om de zaak te verscherpen. Ook namens de president en de regering. Dank u. Minister Stephen Sang had in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut in op de controlewerkzaamheden die het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme uitvoert ten aanzien van de prijzen van lokale en geïmporteerde goederen. Het ministerie is voortdurend in overleg met de verschillende stakeholders om de rust en orde voor wat betreft de prijsontwikkeling van goederen te behouden. We zijn nu op dit moment, het werk gaat door. Er is wel een lockdown en dat soort dingen, maar we hebben gezegd dat alle importen en exporten door blijven gaan. We moeten garanderen dat het vrachtverkeer onbelemmerd naar binnen komt. We moeten ervoor zorgen dat er geen schaarste is. Dus wij zijn ook met diverse stakeholders bezig om te kijken welke de meest belangrijke producten zijn. Waar kan er eventueel schaarste optreden?
waar zijn de belemmeringen vanwege de lockdown. We zijn bezig met de prijscontroles. We begrijpen dat mensen klagen dat er niet genoeg wordt gedaan. Maar ik kan u verzekeren, ECD is dagelijks op stap. Wij kunnen ook, er zijn ook beperkingen voor ons, voor personeel en dat soort dingen. Maar wij, het gaat door. Alle klachtenlijnen van het ministerie staan gewoon open. Die moeten ook bemand worden. Wij treden op, daar waar noodzakelijk is. Waar wij efficiënt kunnen optreden door meldingen vanuit de bevolking. Wij kunnen, u begrijpt, wij kunnen niet overal tegelijk zijn. Wij hebben steeds ook gevraagd aan participatie van de mensen om ons te melden. En sturen wij ECD er naartoe. Een veel voorkomende kracht is de prijzen in de winkels. Wat kan ik daarvan zeggen? Wij, niet elke prijsopdrijving, prijsverhoging is een prijsopdrijving. En dat is die verwarring die er heerst. Op dit moment hebben we te maken met prijzen die te maken hebben met de wisselkoersen. Wat hebben wij al die tijd gedaan? Wij hebben gepoogd om de wisselkoers te beheersen. En een van de tools die de regering in handen heeft genomen is de valutawet. En daarmee hebben alle importeurs ook rekening mee gehouden dat ze niet veel hoger kunnen gaan. Dus de meesten hebben toen bij het indienen van de importlijsten hebben zich gehouden aan 7,5, aan een 10 hooguit. Maar op dit moment zien we dat het is opgeschort. En we zien dat de mensen zich gewoon houden aan de cambiokoersen. En die liggen in de orde van 15 al. En dat zijn de issues die er zijn. Het gros van onze producten in de winkel zijn importproducten. En dat is iets waar wij echt als Suriname aan zullen moeten werken. Willen wij een duurzame oplossing hebben. Dat de prijzen niet zullen fluctueren met de valutakoers. Ja, dat is op dit moment wat we kunnen doen. We proberen zoveel mogelijk de basisgoederen nog te beheersen. We zien dat de valutacomponent nu een grote rol begint te spelen daarin. En er is geen andere mogelijkheid. Waar wij dan wel de vinger op de knip houden, zijn de daadwerkelijke prijsopdrijvingen. En die ontstaan voornamelijk bij schaarse goederen. We zien dat suiker en zout schaars zijn. We zien dat blom op een gegeven moment ook schaars begon te worden. We hebben nu een samenwerking met de IDB, Islamic Bank. Niet de Inter-American Development Bank, maar de Islamic Bank. Waarmee we de goedkope dollars garanderen voor tarwe, voor de molen. Waarmee we dan ook de blomprijs een beetje omlaag kunnen houden. Dat zijn voor ons op dit moment de belangrijkste dingen. De meest belangrijke basisgoederen, de spullen die nodig zijn voor bestrijding van COVID, proberen we in ieder geval beschikbaar en betaalbaar te houden. De prijzen van de agrarische producten die zijn aangelegenheid van het ministerie van LVV. We zijn met hun in contact. Het gaat voornamelijk om de prijzen van kippenvlees en dat soort dingen. 60% van de kosten voor een lokaal geproduceerde kip komt van de voeding. En de voeding wordt over het algemeen ook geïmporteerd. Dus dat zijn dingen waar wij tegenaan zitten te kijken. Het gaat voornamelijk om het koerscomponent in elk product dat wij hebben. En daarom zeg ik, er zijn een aantal projecten uitgezet om onze afhankelijkheid van importen te verminderen. Maar dat is helaas vanwege COVID en andere redenen is dat niet snel genoeg gekomen. En daar zijn we nu hier. Suriname heeft vandaag de 9e COVID-19 dode genoteerd. Het virus maakt geen onderscheid tussen ras, huidskleur of politieke voorkeur. We zullen ons meer dan ooit verantwoordelijk moeten opstellen om zo onze eigen gezondheid en van onze naasten te waarborgen. Het is voor een ieder een uitdaging om zich strikt te houden aan de regels, maar wij kunnen niets anders dan ons best doen. Alle hygiënemaatregelen en de social distance van 2 meter zijn nog steeds geldig. Wees verantwoord en zorgvuldig. U bent niemand verantwoording schuldig, maar laten wij tenminste respect tonen voor de gezondheid van onszelf en onze medemens. De huidige situatie is voor een ieder minder prettig. Hier en daar zijn er stagnaties, frustraties en confrontaties. Wees desondanks geduldig. We moeten het samen doen om deze crisis te overwinnen. We moeten dit virus de kop indrukken en dus geen kans geven om ons land te overmeesteren.
En dat was Focus. Vergeet u niet, wassen ons met de handen na elke handeling. Draagt u altijd uw mond- en neusmasker en houdt steeds de 2 meter sociale afstand. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende keer.